We zijn hier op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Brabantse Delta in Breda. En rioolwaterzuivering is ook een asset, een object wat onderhouden moet worden. Dat wordt gedaan door het waterschap. Er zijn ongeveer 10 van de 22 waterschappen die onze software gebruiken. Juist om te helpen met de verandering. En het beter onderhoud, efficiënter onderhoud, kostenbesparend. Dat zijn zaken die allemaal belangrijk zijn voor zo'n waterschap. En daar werken wij hard aan mee. De verandering in manier van werken. Bijvoorbeeld vroeger werd er gezegd van je moest allemaal naar kantoor komen. Daar krijg je een werkbon uitgeprint. En daar moest je het allemaal mee doen op die dag. Aan het eind van de dag moest je terugkomen met al je ingevulde werk. En dan werd het weer in de computer erin gezet. En dan mocht je pas naar huis. En dat gaat tegenwoordig heel anders. Tegenwoordig zijn er geen werkbonnen meer. Je hoeft niet meer op kantoor te komen. Je kan gelijk met je iPad in de auto stappen. De iPad vertelt wat de klussen voor die dag zijn. Je kan gedurende de dag kan je alle gegevens opvragen en ook beantwoorden. Je kan je uren registreren. Het is een hele andere manier van werken die veel efficiënter is. Hoe je dat kan optimaliseren en beter kan doen is denk ik kwalitatief. Doordat ze gedurende de dag echt de data veel beter invoeren. Hè. Het asset management systeem, onderhoudsbeheersysteem, is opeens je vriend. En niet meer die administratieve vijand van vroeger. Je vraagt zaken op, je beantwoordt zaken. De kwaliteit van de data vliegt omhoog. En je kan je voorstellen als de kwaliteit van de data omhoog gaat, dat ook alle KPI's en waarop gestuurd wordt door het management natuurlijk veel beter zijn. Een mooi gezegd is altijd garbage in is garbage out. Dus als je dan bezorgt dat op de werkvloer de informatie er goed in komt, dan komt het er uiteindelijk managerial ook beter uit en verhoogt dat de kwaliteit. Nou, het is zo, ik vind het een gevleugelde uitspraak van Wies Vonk, directeur van Rijkswaterstaat. Die zei altijd van, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ik denk dat het congres waar we het nu over hebben, bij uitstek een locatie is waar je dit soort innovaties, waar we nu over vertellen en waar je nu wat van laat zien, om die, laten we zeggen, aan de man te brengen. Want er lopen veel waterschappen rond, er lopen veel overheden, semi-overheden rond, veel wegenbouwers, gewoon infrabeheerders, weg- en waterbouwers in het algemeen. En ja, dat is bij uitstek denk ik de plaats om, laten we zeggen, te laten zien dat je het vandaag de dag ook anders kan doen.